eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met... Jessie Maya. Eerste keren, is dat iets waar je normaal gesproken op voorbereidt? Nee. Nee. Heel lang antwoord, nee. Nee. We hebben het hier over eerste keren. We hebben hier een box met verschillende eerste keren. Is er eentje die je liever niet eruit trekt? Nee, ik ben heel open. Ik denk het niet. En anders moffel ik me weg er wel omheen, denk ik. Dus knippen we het eruit. De 24-jarige Jessie Maya is met haar honderdduizenden volgers een populaire YouTube-ster. Op haar kanaal deelt ze onder andere beauty, make-up, mukbang en plastische chirurgie-video's. Ook nam ze haar volgers mee in haar transitie van man naar vrouw. Maar hoe open is ze eigenlijk over seks en drugs? Je hoort het vandaag in Emma's eerste keer. Goed, even kijken. Ecstasy. Ja. De eerste keer ecstasy. Volgens mij was het de eerste Koningsdag. Oh. En dat was gewoon ja, eigenlijk een festival waar volgens mij niemand aan de drugs zat. Maar een vriendin van mij die gebruikte toen al wel vaker ecstasy. Ik had het nog nooit gedaan. En zij had zoiets van neem gewoon een klein beetje. En ik had zoiets van oké. En dat was dan een klein beetje? Een kwartje. Alleen het was heel raar, want het was niet echt een moment om dat te gebruiken. Dus ik voelde eigenlijk alleen maar, als ik alleen maar om me heen te kijken. Zo van oh my god, iedereen heeft het door. En ik was alleen maar hetzelfde stapje aan het doen. En nee, dat was heel awkward. Want die ecstasy-pil, wat wist jij daarvan? Troep, dat wist ik. Wist dat echt. Dat weet ik veel wat allemaal voor een vage troep in zat. En voor de rest alleen maar een soort van verhalen van mensen. Van dat is heel heftig met muziek. En dat is zeg maar zo'n moment, ik plan dat soort dingen niet. Dus ik ga er niet heel veel over opzoeken. Het is gewoon, ik kom op een moment, het wordt me aangeboden. En dan denk ik, ben ik hier met mensen die ik leuk vind? Ben ik hier met mensen die ik vertrouw? Zeg maar, stel dat er iets fout gaat, dat die er wel voor me zijn en vervolgens links laten liggen. Mm-hmm. Ja, nou dan kan ik het proberen. Tot op een bepaalde hoogte. En hoe ben je aan de ecstasy dan? Gezellig, denk ik. Ik heb het niet heel vaak gedaan. Ik denk dat ik het in totaal 5 of 6 keer heb gedaan. En het is gewoon gezellig. En als er muziek is, dan is het leuk. Alleen, ik ben heel gevoelig voor negativiteit dan. Ja, Jessie, daar zit inderdaad wat in. Wanneer je ecstasy gebruikt, worden namelijk al je emoties versterkt. Als je dus niet zo lekker in je vel zit of je bent in gezelschap waar je je niet zo thuis voelt, dan kan dat van invloed zijn op je trip. Gebruik dus alleen ecstasy als je lichamelijk en psychisch goed voelt. Als je last hebt van paniekaanvallen, is het sowieso beter om überhaupt geen ecstasy te gebruiken. En als je het doet, zorg dat je in goed gezelschap bent. Ik heb het 1 keer gedaan op Milkshake. En wij stonden te roken en we stonden gewoon tegen elkaar te praten. En en ik weet nog dat ik naar links keek en dat daar een hele volle man zat. Zonder t-shirt. Met een echt, nou, meer dan dun vrouwtje op zijn schoot aan een ketting. En toen keek ik nog een keer en zat zij mij zo aan te kijken. En toen ging die man helemaal met zijn hoofd over haar hoofd heen. En helemaal heftig toen. En ik en die vriendin gingen er zo slecht. Omdat we echt, dat ik echt zoiets had van kom, we moeten nu naar beneden. En vervolgens is die vriendin van mij een soort van half bed gegaan daarop. Dus ben ik echt naast haar gaan zitten van het komt goed. Het gaat zo weg dit gevoel. Gewoon inademen, uitademen. Dat we echt nog steeds elkaar aan kunnen kijken. Zo van dat moment was echt fucked up. Ik moet toch of niet? Wil jij pakken? Oh, moet jij? Oh ja, nee. Voor mij mag jij pakken. Pak maar. Ja, waarom niet? We bedenken onze eigen regels. Oh. Grappig, maar dan moet jij hem voorlezen. Ik ga hem voorlezen. De eerste keer bedrogen. Nou, dat was mijn allereerste vriendje meteen. Die ging op, of op, ik weet het niet meer precies of het op mijn verjaardag was of op zijn verjaardag. Iets van 5 keer vreemd en ik kreeg er ook foto's van en ik kon er niet bij zijn op die verjaardag toen. Wat? Dus dan was het sowieso zijn verjaardag. Ik was dus 15, hij was 17,5, dus dat is dan nog... Dus hij had alleen maar vrienden van in de 20. Ja. Dus ik was voor hem zeg maar heel jong. Hoe kreeg je het bericht? Ja, ik kreeg gewoon foto's doorgestuurd. En toen kreeg je jankt in mijn bed. Dus die avond voelde je echt even een soort van helemaal... Ja, daar kwam mijn eerste, zeg maar, psycho Jessie kwam daar een beetje naar boven. Psycho Jessie? Daarna heb ik nooit meer iemand kunnen vertrouwen tot nu. Nu ben ik op een punt dat ik denk, oké, ik ben niet meer echt jaloers, zeg maar, boeien als die vriend wil gaan, go your gang. Maar hoe breek je daar los van? Ja, gewoon denken, I'm this bad bitch. Nobody can kill me. En als je het beter ergens anders kan vinden, dan ja, succes. En wanneer kwam dat moment voor jou dan, die realisatie? Toen ik zelfverzekerdheid vond. Ja, heel toxic, maar na heel veel operaties. Echt heel slecht. En ik weet dat je dat zeg maar niet mag zeggen. Want nee, je wordt niet zelfverzekerd door jezelf verbouwen. Maar ik
ben letterlijk van volledig geslacht veranderd. Dus elk kenmerk aan mij later, ook na mijn transitie al, was mannelijk. En dat ben ik allemaal proberen weg te werken met plastische chirurgie. En pas op het punt dat ik mezelf in de spiegel aankeek en dacht, kijk. Toen pas kwam voor mij de zelfverzekerdheid, wat heel toxic is. Ja. Maar het was nou eenmaal wel gegaan. Jessie heeft het hier over een geslachtsverandering en dit noemen we ook wel een transitie. Een transitie kan je ondergaan als je je niet thuis voelt in je lichaam. Maar zo'n transitie is wel heel erg zwaar. Het vraagt veel van je, zowel mentaal als fysiek. Dus twijfel jij of heb je vragen over je genderidentiteit, dan kan je altijd terecht bij transvisie. Maar ik wil je nog wel even op het hart drukken dat genderidentiteit vooral te maken heeft met hoe je je van binnen voelt. Je kan je namelijk ook bijvoorbeeld zowel man als vrouw voelen of helemaal geen van beide. Ja, gewoon echt vind jezelf die attitude, I'm a bad bitch. You fucked up. En je kan, zeg maar, op het moment dat iemand op jou vreemd gaat of iemand jou bedriegt, dan zijn ze je sowieso al niet waard. Door naar de volgende eerste keer. Yes. Eerste keer aftrekken. Was bij mijn eerste vriendje, was ik 15, in de duinen, in Den Haag, Scheveningen. Dit is het begin van een heel goed verhaal. Ja, nou, ik had net mijn eerste vriendje en hij woonde in Den Haag. En toen ging hij mij Den Haag laten zien en Scheveningen laten zien. En toen gingen we de duinen in om iets te laten zien. Yeah. En toen begonnen we met zoenen en toen ging het over naar meer. En toen heb ik hem afgetrokken. En wist je wat je moest doen? Ja, nee, gewoon maar een beetje doen. Maar ja, hij kwam klaar, dus het zal vast gelukt zijn. Zo, meen je die? Ja. Met zandschurige handen gewoon. Nee, gewoon wel zeg maar gewoon in zijn broek. Dus er was nog geen zand, maar dat lag er meer onder. Ja, nee, was helemaal gelukt. Ik vind het wel saai. Het is niet iets wat je voor seks standaard eventjes doet of zo? Nee, ik ga meestal gewoon direct over naar pijpen. Ja. Ja. Nee, ik vind pijpen echt het leukste van de wereld. Dus ik ga vaak gewoon meteen over daarheen. Hè? Nee, het is gewoon iets in principe, het is aftrekken met je mond. Nee, dat klopt. Alleen, ik heb dan altijd met pijpen weer dat ik dan, weet je, ik vind het heel moeilijk om mijn tanden niet. Ja, dat is techniek. Ja, maar ik heb daar echt moeite mee. Is dat ik elke keer, want of je lippen worden helemaal op een gegeven moment ruw van het zoet. Nou ja, zeg. Echt. Is dat op een gegeven moment, mijn lippen voelen dan, want die krullen dan om je tanden heen. En op een gegeven moment heb ik gewoon geen gevoel meer in mijn soort van, in mijn lippen niet. Ja, daar zeg je me wat. Bij deze een tip van mij voor jou, Emma. Als je aan het pijpen bent, is het inderdaad belangrijk om op te letten dat je niet met je tanden over zijn penis heen schuurt. Hoe doe je dat nou? Door je lippen over je tanden heen te vouwen. Zo, als dit. Maar ik wil leggen op een oma, nou, dat werkt wel. Als je maar niet te hard zuigt, want dan kunnen je tanden in één keer tegen zijn penis aanschieten. Gewoon, ik ga er gewoon helemaal in los. Ik weet niet, ik weet niet gewoon. Ik hoor ook vaak genoeg dat mannen echt mij vervolgens aankijken en dat ze echt iets hebben van... Gewoon, ik weet niet wat je daar beneden deed, maar ik denk... Hey, maar dat is wel het beste compliment dat je kan krijgen, toch? Ik ja. We gaan het hebben over Space Cake? Ja, Space Cake. Nou, poeh, de eerste keer dat ik Space Cake at, was op het strand. En het was heel warm. En ik weet nog dat ik al stoned was. En toen dacht ik, lekker, brownies. En ik had honger. Dus toen heb ik veel te veel van die fucking brownies gegeten. En toen moesten we in de sprinter terug naar huis, weet ik nog. En dat was zo'n oude sprinter, weet je wel. En ik ging op dat tussenstuk staan, omdat ik niet tegen al die mensen kon. Want het was zomer en druk. En dat tussenstuk in die trein heeft toch zo'n patrijspoortje. En dat beweegt zo. Je zit in zo'n slurfje, toch? En toen stond ik daarin. En ik weet nog dat het zo heen en weer bewoog. En dat ik zo dacht, wow, ik ben echt in de ruimte. En dat ik door dat patrijspoortje keek. En dat ik al die mensen zo langzaam zag verdwijnen. En ik was helemaal in mijn eigen wereld. Totdat de trein stopte en we uit moesten stappen. En toen werd ik helemaal loco. Het was een niet al te prettige ervaring. Het klapt best wel hard op je lijf. Dus als je het gaat doen, neem rustige hapjes. Oké, vergeet ook niet te liken en te abonneren. En dan zie ik je volgende keer.